Ik ben Els Segers. Ik ben vooral gepassioneerd door alles wat met taal te maken heeft en ik geef Nederlands en Engels hier in Campus Botaniek. Met gezondheids- en welzijnswetenschappen kies je vooral voor een sociale richting die al een uitstekende algemene opleiding biedt met een duidelijke voorkeur voor de sociale sector. Naast de klassieke algemene vakken staan er eigenlijk ook een heel aantal uren verzorging, opvoedkunde en biologie op het programma. Dus in biologie leer je eigenlijk alles over anatomie en pathologieën. En in het vak verzorging ga je dat dan weer uittypen. Zo leer je op die manier ook reanimeren en bloedingen stelpen. In het vak opvoedkunde gaat het dan eerder over ontwikkelingspsychologie, communicatie, sociale vaardigheden. En dan is er ook nog een hele brok praktijkervaring die je mag realiseren op verplaatsing. Bijvoorbeeld in lagere scholen, in kleuterscholen, woonzorgcentra, ziekenhuizen. En op die manier kan je eigenlijk al een eerste keer kennis maken met en ook al proeven van een aantal zorgberoepen. De richting gezondheids- en welzijnswetenschappen biedt eigenlijk heel wat toekomstmogelijkheden en misschien nog wel belangrijker, veel werkzekerheid. Onze leerlingen komen klassiek terecht in de opleidingen verpleegkunde, orthopedagogie, maatschappelijk werk, het onderwijs, ergotherapie. Dus eigenlijk passen alle richtingen, de sociale richtingen in het hoger onderwijs, je als gegoten.